We hebben 179 voedingsproducten nader bekeken, vooral naar de verpakking toe, maar ook wat betreft de reclame die ze maken op internet en tv. Het gaat hier dan vooral om producten die zich focussen op kinderen tussen de 4 en de 16 jaar. En wat valt er vooral op? Ja, ze trekken de aandacht met allerlei tekenfilmfiguurtjes, actiefiguurtjes, sportmannen en vrouwen. Alles is goed om de aandacht vooral van kinderen te trekken. Maar spijtig genoeg, maar 1/4 van al die producten heeft een aanvaardbare nutritionele kwaliteit. Al de rest zijn eigenlijk zaken die vol zitten met suiker en vet en zijn dingen die kinderen maar sporadisch zouden mogen eten. Bij een eerder onderzoek in 2016 hebben we gelijkaardige resultaten gezien en eigenlijk is er tot nu toe niks veranderd. Er bestaan wel gedragscodes, maar de voedingsindustrie respecteert die niet. Wat er nodig is, is een complete hervorming op Europees niveau met strikte regels waaraan producenten moeten voldoen vooraleer ze nog marketing naar kinderen toe kunnen uitsturen.